De bal ligt onder de voeten en hij ligt net in de rough. Ik heb wind mee en de green loopt van me af. Dit is een heel snel schot. Ik gebruik een 58 graden wedge. Ik wil de bal halverwege laten landen en dan rolt hij vervolgens door naar de vlag. Het zal een medium hoogte zal ik creëren op dit shot. Wat ik belangrijk vind van dit shot is dat je je balans bewaart. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe ik dat doe is dat ik mijn rechtervoet een beetje naar achter zet. De balpositie ligt ongeveer in het midden en ik heb een redelijk brede stand om maar weer mijn balans te behouden. Zoals je ziet zijn mijn knieën flink gebogen. Dit ga ik door de hele slag behouden. Twee meter achter de hole. Met de wind en de snelle green is dit een mooi resultaat. Hier ben ik tevreden mee. De moderne banen hebben tegenwoordig veel run-off area's. Een run-off area is eigenlijk op het moment dat je de green mist, dat de bal naar de laagste plek rolt rondom de green. Hier hebben we zo'n moment. Het eerste wat ik doe is waar ik de bal wil laten eindigen en de makkelijkste put kan overhouden. Kan ik hem heel veel spin geven of niet? Nou, in dit geval, met de wind mee, is het bijna onmogelijk om te doen. Dus ik besluit nu om met een ijzer 7 de bal zo snel mogelijk te laten rollen en proberen 2 meter achter de hole te laten eindigen. Hoe doe ik dat? De ijzer 7, de balpositie ligt achter in het stand. En mijn gewicht heb ik 60-65% op links. En verder focus ik alleen maar op het punt waar ik de bal wil laten landen. Dit is een fantastisch resultaat. Veel succes!